partijleden leggen een link tussen volkeren en IQ. Nou, nee. Legt u die link gaat niet ook? Volgens mij gaat het niet om een link. Ik begrijp ook helemaal het onderwerp niet. Ja, maar het wordt nu net gedaan alsof hier een soort van beleid of wat dan. Blijkbaar heeft Jernas Ramaphosa Singh daar wel onderzoek over gelezen. En er zijn verschillen tussen de verschillende bevolkingen in de wereld, verschillende landen. Zoals sommige mensen gemiddeld langer zijn. Maar slimmer dan het andere volk? Ik zeg helemaal niks. Hè. Ik zie alleen dat andere mensen daar een discussie over voeren. En ik laat dat graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen. Onderschrijft u dat onderzoek nou eigenlijk, meneer Baudet? Welk onderzoek? Nou, dat onderzoek waar we het net over hadden, het verschil, IQ, volk, onderschrijft u dat? Ja, hoe kunnen wij dat nou onderschrijven? Wij zijn toch geen neurowetenschappers? We doen geen hersenmeting. Ja, maar toch naar. Ik kan nu wel zeggen, ik ben geen neurowetenschapper. Maar ik heb nergens naar verwezen. Maar u bent partijleider. Hoe moet ik nou afstand nemen van het wetenschappelijk onderzoek? Ja, omdat u nummer 2 zich daarop beroept. U nummer 2 van de lijst. Zelf hoe belangrijk de vraag is die u stelt. Nee, u bent een politicus en mensen willen graag duidelijkheid van u. De duidelijkheid is hier. Denkt u dat de link tussen volkeren en IQ terecht is of niet? Dat willen mensen gewoon graag van u weten. U bent een politicus, geef daar duidelijkheid over. De link terecht is, het gaat niet om een link, dat is het punt helemaal niet. Jernas Ramaphosa Singh heeft gewezen in een interview, dat ging over heel andere onderwerpen dan politiek. Het is helemaal niet een soort van politiek interview of zo. Mensen kunnen het teruglezen op onze Facebookpagina. Ik raad iedereen van harte aan om dat te doen. Want het is duidelijk dat jullie dat in elk geval niet hebben gelezen. Dat jullie hier maar wat verontwaardigingen hebben. Ik zie allemaal gespeelde verontwaardigingen in alle ogen. Maar waarom geeft u niet gewoon antwoord op de vraag? Ik geef volgens mij heel duidelijk antwoord. Dat onderzoek en die onderzoeken, die zijn er. Ja, wat moet ik daar verder van vinden? Ik laat het graag aan de neurowetenschappers, andere mensen die dat soort onderzoeken doen. Voeding, spierontwikkeling, weet ik wat allemaal, wat er allemaal aan verschillen tussen mensen in de hele wereld zouden kunnen bestaan. Maar nummer 2 zegt dat nou het op punt? Als waarheid. De nummer 2 van u in Amsterdam voert dit onderzoek op als waarheid. Hij verwijst daarnaar. En wij vragen u nu, wat vindt u daarvan? Ja, die onderzoeken zijn er. U neemt geen afstand van. Hoe kun je nou afstand nemen van de bevindingen van een onderzoek? Die onderzoeken bestaan. Meneer Baudet. Sinds wanneer moet ik vanuit de Tweede Kamer wetenschappers de maat gaan nemen? Sinds uw partij wat is dit voor Noord-Koreaanse waanzin? Dat heeft u er ook in andere debatten gedaan over klimaat? Ja, dat is anders, dan gaat het over. Wanneer moet ik nou wetenschappers de maat gaan nemen? Dat heeft u al een paar keer gedaan. Maar als het dan niet uitkomt in zo'n onderzoek, zegt u wanneer moet ik dat doen? Ik heb aangegeven dat ik me best in wil verdiepen in de zomervakantie als ik u daar een plezier mee doe. Dan zal ik de exacte huidige stand van het IQ-onderzoek aan een groot onderzoek onderwerpen. Maar nogmaals, voor onze politieke stellingnames zal dat geen invloed hebben. Want wij vinden het een heel belangrijke principiële waarde dat we mensen beoordelen op individuele eigenschappen en niet op afkomst, geloof, geslacht of welke andere groep waar zij toe zouden kunnen worden gerekend dan ook.